Je hebt het misschien al gemerkt. Als je nieuwe autobanden koopt, betaal je daarvoor een milieubijdrage. Deze bijdrage is de financieringsbasis voor het Racy Tire systeem. Maar waarvoor dient ze eigenlijk? Kijken we eerst eens waar ze allemaal passeert. Als een detailhandelaar je banden verkoopt, heeft hij die milieubijdrage al betaald aan zijn verdeler. Die ze zelf al heeft betaald aan de producent of invoerder van de banden. Die producent of invoerder is voor elke band die hij op de markt brengt een bijdrage verschuldigd aan Racy Tire. Met dit geld en met de hulp van erkende partners laat Racy Tire gratis oude banden inzamelen die worden achtergelaten bij verschillende inzamelpunten in heel België. Dat kan zijn op recyclageparken of direct bij bandencentrales en garagisten. Daarna worden ze uitgesorteerd en indien nodig gerecycleerd. Met deze milieubijdrage financiert u dus de kost van deze inzameling, maar ook die van de milieuvriendelijke verwerking van uw oude banden. En dat is niet niks. Het systeem dat Racy Tire heeft opgezet, heeft het aantal banden dat vroeger in de natuur werd teruggevonden drastisch doen verminderen. En bovendien sensibiliseren onze campagnes de chauffeurs om hun banden op de juiste manier te gebruiken. En zo te vermijden dat ze te snel moeten vervangen worden door nieuwe. Uiteindelijk is het toch maar een kleine bijdrage om alles draaiende te houden. Niet?